Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. En dit is Diaspora Talk en we durven het hier gewoon cijfers bekend te maken. Luistercijfers durf ik niet bekend te maken, omdat ik nu via Ray en de redactie de Google Analytics, ik moet het goed lezen, goed uitspreken, binnen heb. En dan zitten we weer op 86.000 live mensen die ons volgen via www.staanvaste.com. Dat is de website. Ik praat niet over andere sites, maar staanvaste.com zitten nu rond de 80.000 mensen en 107.5 FM, ook radio in Zuid-Holland. Daar zitten wij. Ik ga nu een interview zoeken en proberen te maken met Ashwin Ramcharan. Ik zeg Ashwin, omdat hij het makkelijker vindt praten als ik Ashwin zeg. Ashwin, je bent daar. Ja. Ik kan ook zeggen dokter Ashwin, maar ik kan ook zeggen dokter Ashwin, maar ik doe het niet. Ik zeg nee, gewoon Ashwin. Nee, is niet nodig. Oké. Okay. Is niet nodig. We zijn gewoon slaan aan maatstaf. Oké. Okay. Hey Ashwin, jij bent een iemand die staat midden in het maatschappelijk debat, hè? Ja. Je schrijft, je publiceert, je geeft ook je mening de laatste tijd ook op radio. Versie van Versie Vereniging Economisten van Suriname, voor mensen die het snel weten. Ja. Oké, okay. Die hebben een rapport geschreven. Wat is het rapport? Voordat ik met Vers praat, ik praat nu met jou, omdat jij niet bij Vers hoor, ook al ben je econoom, hè, maar je bent van diaspora. En je bent ook niet van de regering, je bent niet bij Chan Santoki. Nee. Objectief. Wat vind je van het rapport? Ja. Wat staat in het rapport? Begin daarmee. Wil je mij even uitleggen, mijn luisteraar, wat in het rapport van Vers staat? Nou kijk, in het rapport van de VES staat, heel in het kort, om niet in details te gaan. Je mag vrij praten man, ik wil dat jij dit helemaal uitlegt wat in het rapport staat, wat VES constateert en hoe jij naar kijkt. Ja. Eerst de feiten. Het komt erop neer dat de VES eigenlijk zegt van luister, gezien de huidige economische situatie van Suriname, wat we allemaal weten, het is een benarde situatie, het wordt maar niet beter, de regering blijft lenen. En ze kunnen niet anders. Dat is in ieder geval nu het verhaal, hè, wat iedereen hoort. Van, we kunnen niet, er was geen alternatief, we moesten naar IMF, we moesten die koers naar 21, 22 brengen. Hij is al maandenlang stabiel. En die veilingen, de open market operations, hè, zoals ze dat noemen, de OMO, dat hadden we echt nodig. Hè. We hebben nu bijna $29 miljoen betaald aan die banken. Dus er is heel veel gebeurd in de afgelopen tijd. Maar de VES zegt eigenlijk, er is onvoldoende gebeurd, want de doelen die de regering had gesteld om te halen in 2 jaar, die zijn niet gehaald of magertjes gehaald. En zij zeggen dat er ongeveer volgens mij 65% van de doelen niet gehaald zijn. Nou kijk, dat is dus wat ik jammer vind, Frans. Maar kijk, dus, we moeten dit niet vergeten. Alle moeders natuurlijk een hele mooie moederdag vandaag toegewenst. Frans. Sorry dat ik even een zijstapje moet maken. Maakt niet uit. Maar even terug dus naar die situatie in Suriname. Dus kijk, wat ik jammer vind van de VES, is dat het een hele belangrijke stakeholder is in de Surinaamse samenleving. Je zei het net al, het is de Vereniging van Economisten. Nou, als de economen het nou niet zouden weten in Suriname, dan wie moet het dan weten, zou je kunnen zeggen. Maar wat je dus ziet is dat de VES zijn eigen ramen heeft ingegooid in de afgelopen, laten we zeggen, 3 jaar. De VES is eigenlijk in een hele mooie situatie geweest om mee te kunnen doen met de regering. Om een echte stakeholder, een echte adviesrol in te nemen. Maar ze hebben het heel slecht aangepakt. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn links en rechts van alles gaan schreeuwen. En ik vind persoonlijk dat ze zich daarmee eigenlijk buitenspel hebben gezet. En dat is ontzettend jammer, want er zitten zulke capabele mensen daar, die hebben hun streepjes verdiend in andere regeringen. Deze regering had de VES heel hard nodig. Nee, maar Ashwin, VES, voor zover ik VES ken, daar is VES toch niet politiek gelieerd, dus hoeven ze geen rekening te houden met niemand.
Nee, maar kijk. Zij moeten gewoon een objectieve mening geven aan de hand van cijfers. Wat zij zien en wat zij constateren. En kijk, wat kijk, zij kijk, je kunt denken, maar als... gewoon feiten. Nee, nee, helemaal eens. Hè. Dus helemaal eens met wat je nu zegt. Ze moeten objectief blijven. Ze moeten vooral kritisch zijn. En met een loep op de regering gericht naar de situatie kijken. Een vergrootglas. Maar de manier waarop ze het hebben gedaan is heel onhandig geweest. Kijk, in Nederland hebben we ook allerlei denktanken enzovoorts, enzovoorts. En dat heb je in de rest van de wereld ook. Maar als je invloed wilt hebben op het beleid van een regering, dan moet je behalve kritisch, moet je ook een bepaalde manier van aanpak hebben. Je moet een bepaalde diplomatie moet je kunnen bedrijven. En kijk, we praten niet over de minste geringste mensen in de Surinaamse samenleving, hè. De Vereniging van Economisten, dat zijn prominente economen. Die hebben, wat ik net zei, ze hebben streepjes verdiend in de samenleving. Daar verwacht je dus van zo'n groep mensen dat ze dat handiger aanpakken. En wat mij ontzettend heeft verbaasd, is dat er bij al die IMF-besprekingen en onderhandelingen, maar ook bijvoorbeeld bij economische zaken of bij financiën, de VES heeft daar zo weinig invloed in gehad, dat het gewoon om te huilen is. Hè? Dus je zet, en ik zeg dit niet alleen vanuit de VES geredeneerd, maar ik zeg dit ook vanuit de regering geredeneerd. Ik vind het een hele grote gemiste kans van de regering. Nu ze slechts 65% van hun doelen niet hebben bereikt, want dat zegt de VES, dat analyseert de VES. En dat heeft verschillende redenen. Maar wat ik de belangrijkste reden vind, is dat er heel slecht samengewerkt wordt in Suriname. Goede mensen worden niet betrokken in de arena van de politiek. En wat krijg je dan? Je krijgt een minder dan suboptimale situatie, waarin het land eigenlijk al uit die benarde positie probeert te klimmen. En het lukt maar niet. Waarom? Omdat de beste lui eigenlijk niet heel erg betrokken worden om mee te doen. En de VES is er één van. Nou, wat krijg je dan? Dan gaan ze rapporten schrijven en analyses maken. Die zijn natuurlijk absoluut niet fraai, want je kunt niet fraai maken wat onfraai is. En dus dan krijg je nog meer gedoe. Ze worden nu nog meer weggezet, denk ik, met zo'n rapport. He? Dus wat je krijgt is, mensen nemen je niet meer serieus. Want je klaagt alleen maar. Is er dan reden om een euforische stemming te geraken dan? Ik bedoel, waarom zouden ze niet moeten klagen dan? Wat is positief aan? Wat zie jij? Nou, kijk, ik noem het klagen, maar kijk, ze zijn heel kritisch en ze zijn zodanig kritisch dat je eigenlijk als regering met zo'n stakeholder niet meer wilt communiceren. He, want alles wat je zegt, daarover wordt gal gespuugd. En ja, ik bedoel, iedereen heeft zijn grenzen natuurlijk. En de grens is helaas bij de VES bereikt door deze regering. Ze willen eigenlijk de VES niet accepteren als stakeholder. Dus ik denk dat er van twee kanten goed nagedacht moet worden. Men moet gaan reflecteren. Binnen de VES gaat het niet meer om de inhoudelijke competenties. Het gaat om de communicatieve vaardigheden, de manier waarop je kritiek brengt, de vorm. Het gaat om de vorm. Het gaat niet meer om de inhoud. De inhoud van de VES is 10+. Deze leerling zou gewoon met cum laude slagen. Maar op communicatief gebied scoort de VES minder dan een 1. Onvoldoende. En dat zie je dus in die samenleving. Ja, vind jij dat de VES daar is voor de communicatie? Die zijn toch voor de cijfers. En die zijn niet altijd, dat zijn niet altijd mooie berichten hoor. Cijfers zijn cijfers. Eens, maar iedere stakeholder heeft ook een verantwoordelijkheid hoe je cijfers en analyses en kritiek brengt. Kijk, ik ben in jouw programma, ben ik ook soms wel eens door de bocht geschoten en heel erg kritisch en dergelijke. Maar gelukkig geef je me altijd de kans om weer even terug te komen. Maar je moet vaardig zijn om dat te kunnen doen. En ik mis die vaardigheid vanaf het begin dat deze regering zit, mis ik het bij de VES. Het lijkt alsof de VES raar genoeg een beetje rancuneus is richting de regering. En dat imago moet de VES af. De VES moet meer inzetten op invloed,
door tactische en diplomatieke communicatie. En dat is een groot gemis bij de VS op dit moment. Dus wat ze ook gaan schrijven, hoe interessant het ook klinkt, je wordt niet betrokken in die arena van de politiek. En daar hoort de VS wel thuis. In de politiek? In die politieke arena, ja. Nee, dat vind ik niet. Daar ben ik niet eens met jou. Ik denk, VES moet gewoon onafhankelijk blijven en nooit in de politiek. Die moeten cijfers publiceren. En voor ons om iets te hebben, om over te praten en ook mensen wakker te schudden. En dat moet de VES blijven doen en niet in de politiek. Waarom zou VES in de politiek? Als je weet je dat VES bij mij een beetje... Dat ze het goed doen, want het is niet alleen nu, hè, Santokie, dat VES kritisch is, maar ook bij Bouters en Hoefdraad was VES ook al kritisch. Dus je kan ze niet in politiek hoop drukken, vind ik hoor. Nee, dus Frans, kijk, ik ben het met vooralsnog. Ja, ik ben het, kijk, de objectiviteit van de VES, daar zijn we het over eens. Dat is gewoon geweldig. Goed, ja. Maar als stakeholder, want dat zijn ze wel, hè, als stakeholder moet je niet alleen... geweldig inhoudelijk zijn. Dat is mijn punt. Hè. Dus we moeten objectief blijven. Maar je moet je vaardigheid om het nieuws en de cijfers en zo te brengen, dat moet je op een hele vaardige manier doen, zodat je door de politiek betrokken wordt om te kunnen brainstormen, om brainstormsessies te hebben, om met elkaar te sparren, om tot beleid te komen en dergelijke. Want kijk, je kunt wel zeggen van ja, de regering heeft 65% van zijn doelen niet behaald. Wie zegt dat het niet meer is? Wie zegt dat het niet 90% is? Ik bedoel, qua beleving, als je de gemiddelde Surinamer op straat, of je het nou in diaspora doet, of onder de markt, de centrale markt in Suriname, ga je allemaal zeggen, deze regering heeft geen bal gepresteerd. Dus 65% is wat mij betreft, het is onjuist. Want hoe komen ze erop? Als ze alleen naar cijfers kijken, en niet naar wat er in de samenleving speelt, ja, economen die zijn goed in cijfers kraken, maar ik ben zelf geen econoom, ik ben bedrijfskundige. Maar economen die hebben het vaak mis met hun modellen. Oké. Dat is wat je zegt. Ik hoor dit zeggen. Die zegt van, een van de big spenders in de economie op dit moment is kabinet. Ja. Kan jij dat... Ja, dat is maar uitleggen. Klopt het? Hier moet ik eigenlijk wel een beetje om lachen, Frans. Weet je waarom? Omdat één belangrijke stelregel in de eerste, volgens mij de eerste klasse van de middelbare school economieles is, dat de kosten de baten vooruit gaan. Hè? Dus je maakt eerst kosten en dan heb je de baten. En dat is wat deze regering doet. We kunnen vinden wat we willen. Maar als je nu geen geld durft uit te geven, of het nou het kabinet is of wat dan ook, dan denk ik dat je de tent wel kunt sluiten. Want dan kom je in een nog grotere recessie dan Suriname nu zit. Want Suriname groeit officieel wel, maar officieus niet. Dus je moet gewoon nu geld uitgeven. Nou is de vraag, waar geef je het geld aan uit? Geef je het geld uit aan volgauto's? En aan laten we zeggen, beveiligingen van ministers die nu thuis zitten. Oude ministers, steunmannen van oude VP's en zo. Dan ben je niet goed bezig. Maar ik heb ook de president in andere interviews horen zeggen dat er nu gekeken wordt om die dingen terug te draaien. Maar ik vind het niet raar dat er geld wordt uitgegeven. Er is heel veel reorganisatie nodig binnen de overheid. Willen we over 10 jaar het resultaat daarvan kunnen zien? En als je nu geen aanvang daarmee maakt, dan kun je de tent sluiten. Dan is Suriname echt super failliet, wordt Zimbabwe. Zimbabwe, nou zover het moet het toch nooit komen, zo'n rijk land. Nee, maar ik denk dat er genoeg slimme mensen zijn in Suriname om dat te voorkomen. Ja. Dus daarom bij deze een oproep aan de VES, maar ook aan de regering. Ik vind dat de regering de VES heel serieus moet nemen. Serieuzer dan we het de afgelopen 2 jaar hebben gedaan. En dat de VES eigenlijk moet werken aan een bepaalde invloed die ze kunnen hebben op hoe het beleid zich vormt. Het adviseren van de regering. En daar moeten ze echt gaan werken aan vorm. Want de inhoud zit goed, maar de vorm is waardeloos. Hey, maar zouden wij de VES dan moeten zien als een soort
SER hier, hè, in Nederland, SER, Sociaal Economische Raad, die geven gevraagd en ongevraagd advies aan regering, aan kabinet, aan politiek. Zou VES zo'n een rol moeten innemen? Nou, Frans, kijk, dit is een hele intelligente vraag. Waarom? Kijk, we hebben de SER natuurlijk ook in Suriname. Hè? Maar dat is veel vorm, nul inhoud. En nu hebben we de VES, die eigenlijk de rol van de SER, dus de SER, inhoudelijk invult, maar de vorm deugt niet. Dus dit is jammer in Suriname, want er zijn heel veel goede mensen, er zijn heel veel goede dingen die gebeuren. Maar als je kijkt naar de structuur en de organisatie, hoe de dingen op zijn plaats zijn, dan is het echt zo raar soms, dat je denkt, weet je, wanneer gaat men dit inzien? En er zijn zoveel academici die in Nederland hebben gestudeerd. Al die boeken hier ook hebben gelezen die de Nederlandse economen hebben gelezen, of de bedrijfskundigen, of de sociologen, antropologen. Maar het lijkt erop alsof ze, wanneer ze richting Suriname gaan en ze stappen uit op Zanderij en ze lopen door die scanner, dat al hun hersenen gewoon gehersenspoeld worden om weer helemaal niets meer te weten van wat ze hebben geleerd. Zo lijkt het. Hè? Dus dat zien we nu ook. We zien dat de SER in Suriname veel vorm heeft, nul inhoud. De VES heeft veel inhoud, geen vorm. En eigenlijk, de facto, is de VES inderdaad de SER. De SER. Oké, dat is wat je zegt. Maar hoe wordt die rol ingevuld, volgens jou? Hoe doen zij het in die rol, in die SER, SER hier, Sociaal Economische Raad? Dat is wat ik ken. En die geven advies, hè? Gevraagd en ongevraagd. En ja, meestal als je het wil redden, dan neem je hun adviezen wel aan. Heeft VES ook zo'n invloed in Suriname? Want als SER hier een advies geeft, dan kan je over discussiëren en twijfelen. Maar uiteindelijk neem je heel veel deeltjes van aan. Misschien niet alles, politiek, maar je kijkt wel naar. Heeft VES diezelfde invloed in Suriname? Van jou, want jij kijkt vanuit een neutraal bril naar VES en naar het Suriname en de economie. Kijk, VES zou die rol uitstekend kunnen invullen. VES zou bijvoorbeeld ook de SER in Suriname kunnen flankeren met de cijfers, om dat om te zetten in sociale policy. Maar de VES, wat ik net zei aan het begin van ons interview, de VES heeft zijn eigen ramen ingegooid. Het is 2 jaar lang een organisatie geweest die hele zinnige, hele inhoudelijke, valide, goed onderbouwde dingen roept. Maar het lijkt alsof niemand het begrijpt, niemand het wil begrijpen, omdat het op een bepaalde manier gebracht wordt. Ik geef een goed voorbeeld. In dat rapport valt 1 ding op. Ja, het kabinet van de president, die is de big spender. Nou, als je dat roept, dan denk ik dat niemand met je wil praten bij het kabinet van de president. Zulke lange tenen heeft men in Suriname. Dus dat doe je onhandig. Dat moet je op een andere manier doen. Kijk, wat er in Nederland vaak gebeurt, is dat dit soort rapporten van de achterzitting van de fiets vallen op straat. Dus het lekt uit. En voordat het in de pers belandt, heeft de regering het al gehad en kunnen ze een antwoord formuleren wanneer die journalisten zoals jij een minister het leven lastig maken met vragen over wat de VES geschreven heeft in een rapport. Dan is die minister al een beetje voorbereid. Dan heeft de president al een beetje een kokencursus kunnen organiseren met al zijn ministers, hoe ze dat verhaal gaan spinnen. Maar in Suriname komt dit koud op het bordje van de president en al zijn ministers en niemand vindt het leuk. Dus nogmaals, inhoud 10 plus, vorm 1 min. Dat is de VES. Oké, jouw standpunt is duidelijk. Zou je als regering, wat kan de regering hiermee? De regering moet gewoon de VES... Hiermee? De regering moet de VES ook gaan begrijpen. Dit is het slimste jongetje in de klas, maar die heeft ruzie met al zijn medeleerlingen. Dus wat doe je met die leerling? Je gaat die leerling extra aandacht geven, je gaat een goed gesprek hebben, je gaat kijken welke vaardigheden die leerling mist. En ik vind, nou ja, niet helemaal letterlijk, maar het gaat erom dat de regering ook moet snappen dat ze eigenlijk een hele grote groep mensen die super serieus genomen moeten worden in de samenleving, een belangrijke stakeholder als de VES, eigenlijk nu
niet betrekken bij dingen. En ook de adviezen eigenlijk niet zo accepteren als ze het zouden kunnen accepteren. En ze zouden dus veel meer, ze zouden met het advies van de VES en de rapporten en de cijfers van de VES veel meer kunnen doen. Oké. Dat hebben wij, dat gaat, hè, VES, het rapport van VES en oké. Het is nu heel ver gaan, nu, hè, die brug komt daadwerkelijk over de Nikkeri-rivier. Ja, Guyana, Suriname, geen backtrack meer, geen veer meer, gewoon een brokje econ tussen die twee landen. Dat noem ik ontwikkeling op hoogste niveau. Ja, ik vind het fantastisch nieuws, maar meteen kreeg ik een beetje draaiberen. Want ik vroeg me af, hoe gaat die brug heten? Als we toch aan het luchten... Ja, maar dat is, nee, maar dat is toch niet relevant, de naam? Jawel. Zeer relevant. Ja. Frans, luister. Als we gaan luchtfietsen, we gaan een luchtbrug bouwen. Dat doe ik mee. Dan wil ik weten hoe die luchtbrug gaat heten. Hoe gaat die brug heten? We hebben Tigri hebben wel een probleem. We weten niet eens hoe we eruit moeten komen met 100%. Nee, maar luister meneer. En nu gaan we luister, meneer, luister meneer Ashwin, ik ga toch niet met jou een discussie voeren over een naam van de brug. Mijn standpunt is dat dit de Santokki-brug moet eten. Nee man, dus hoe gaan we dat fixen? Meneer, kunnen we eerst die brug neerzetten en daarna over een naam nadenken? Die brug is een Surinaamse brug, de quarantaine. Is het zo, het is moederdag, hè, you know, mama. Is het altijd zo bij jou geweest dat je eerst namen gaan bedenken van kinderen en daarna maak je, daarna word je vrouw zwanger en dan, zo zie ik het dan. Ja toch, want het lijkt alsof je eerst namen gaat bedenken voor de kinderen van oké, ik wil deze, zij moet zo eten of hij moet zo eten en daarna wordt die vrouw zwanger. Nee man, eerst dat kind en dat is in dit geval de brug. Weet je, het kind en dus de brug die komt. En dan kunnen we over de naam gaan discussiëren. Akade Bouta-brug. Oh, misschien had Bouta zo over nagedacht voor Santokki. Kan ook, toch? Absoluut. Maar iets maar alleen maar om aan te geven dat naam niet heel belangrijk hier in deze fase. Hoe kijk je naar? Dat is de vraag. Hoe kijk je naar zo'n brug die komt? Kijk, die brug is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is fantastisch, Nikkeri. Die gaat bloeien. Er zijn nu al mensen die een beetje paniekerig worden, handelaren en zo in Suriname. Van ja, maar gaan die Surinezen niet ons overspoelen met hun producten? Gaan we geen concurrentie krijgen? Ja, je gaat natuurlijk concurrentie krijgen. En het is goed, want dan kunnen we die hoekenprijzen niet meer stellen en zo. Maar ja, ik denk dat dit een fantastische stap is. Maar Frans, kijk, ik weet niet of je het doorhebt, maar die brug betekent dat Suriname al zwanger is. Dus ik vind die naam nog steeds belangrijk. Nou, laat die brug eerst komen. Ja, oké. Okay. Dus dan ben je het met me eens, toch? Dat dit een belofte is die nog moet uitkomen. Nou, dit is meer dan een belofte nu. Want nu praat men nog over. Dit is geen verkiezingspraat meer. Maar nu begrijp ik je niet meer. Dit is nu een brug die komt. Mijn vraag was van, hoe kijk je naar en wat betekent dit voor Suriname? Ik denk dat dit een... Want dit moet nu komen. Want dit is geen podiumtaal meer, hè? Gisteren is erover gesproken. Vorige week nog. Volgende week weer. Morgen weer. Met de Guyanese minister van Transport en Waterstaat. Ja, dus daarom zeg ik, Suriname is zwanger van een brug. Het is geen joke meer. Daar ga ik in ieder geval niet van uit. Dus die brug komt er. Het is een hele goede zaak dat die brug er komt. En ik denk dat het ook belangrijk is om nu al na te denken over de operationele kant van de brug. Als die brug er straks is, hoe ga je met wet en regelgeving om, enzovoorts, enzovoorts. En in dat kader is het dus ook belangrijk als de... Kijk, ik ga je vandaag wat vertellen hoe ik redeneer. Hè? Als de Guyanese regering nu zegt, beste Surinamers, beste president Santokki, wij zijn het eens, de quarantainerivier is van u. Het is van de Republiek Suriname en we gaan nu een brug bouwen. En we erkennen dus met de bouw van de brug dat de quarantainerivier van Suriname is. Meneer Pinas, we hebben u en ik vandaag Tigri gered. Dan is Tigri van Suriname, want de quarantaine loopt gewoon door. Dus de Guyanese geeft gewoon volmondig toe met het tekenen van dat geweldig moment met Riad Nur Mohammed, dat quarantainerivier van Suriname is, dat die brugger komt en dat Tigri ook van ons is. Oké. Dus ik ben hartstikke blij dat die brugger komt. Mm-hmm.
Want dat is een grote beheerstaat. En zoals dokter Sudama heeft uitgelegd in zijn proefschrift, de beheersdaden geworden, die bepalen waar de grenzen liggen. En Guyana geeft hiermee volmondig, erkent het gewoon, dat de bij app de vloedlijn gewoon de quarantaine van Suriname is. En die brug is een beheersdaad. Dus Tigri is ook van ons. Alleen moet die Guyanees net zo snel tekenen, zoals hij dat rapport, zoals hij dat, die overeenkomst heeft getekend. Oké, je weet het, in de Nationale Assemblée in Suriname is het, heb je 2 minuten om, ik dacht voor interruptie of zoiets, heb je 2 minuten. Ik heb nu nog gewoon 2 minuten voor jou over en dan moet jij dit voor mij verwoorden, het iets woord. Maak iets van. Er is ook nu een oliecrisis in de wereld. Rusland, Oekraïne oorlog. Weet je, Rusland is Oekraïne binnengevallen en daardoor olieprijzen over de hele wereld gestegen. Suriname heeft olie gevonden, significante fonds worden van gesproken, zegt men. Wat moet er nu gebeuren? Wat kan Suriname doen? Kan Suriname hierin inspelen? 2 minuten, ik ga nu aftikken. Ja, ik denk dat Suriname nu al inspeelt hoor. Volgens mij, als ik me niet vergis, zijn er al wat delegaties gepland en die zijn ook al op pad gestuurd en zo om dingen te versnellen in Europa. Ik denk dat Nederland ook via Shell al wat afspraken maakt en bepaalde dingen gaat versnellen en zo. Ik ken de details niet precies, maar ik weet wel dat Shell het een en ander gaat versnellen in Suriname. Dus ik ga ervan uit dat ze dus olie en gas ook natuurlijk de exploratie gaan versnellen. En dat zijn allemaal goede dingen voor Suriname, want Suriname... Blijf bij je verhaal, hè? Kijk nu naar de tijd. Dus Suriname heeft er heel veel baat bij als de olie- en gasinkomsten binnenkomen. Want er is ontzettend veel behoefte aan kader. En diaspora, die wil ook graag betrokken raken bij de ontwikkeling van Suriname, maar die willen wel goed betaald worden. De Surinaamse salarissen zijn nu behoorlijk laag. Dus je gaat nu heel moeilijk aan goede mensen komen, tenzij je idealisten tegenkomt, die zich willen inzetten voor het land. Ze kunnen misschien een tijdje onbezoldigd werken, maar ze zullen niet voor het Surinaams salaris te porren zijn om hun krachten te geven. Dus je zult echt gewoon weer goede mensen hebben en je wilt het land helemaal reorganiseren, want de president heeft in verschillende interviews aangegeven dat alles bij wijze van spreken in Suriname gereorganiseerd moet worden. De staatsbedrijven, SLM, EBS, waterleiding, alles moet gereorganiseerd worden. Wat verder ook nog gereorganiseerd moet worden, zijn al die ministeries die een gedrocht van een ambtenarenapparaat hebben die volgens de president niet willen werken. Die komen gewoon op kantoor omdat ze aanwezigheidsplicht hebben. Er wordt niet gewerkt. Dus dat betekent dat je met zo'n apparaat... 30 seconden. Ja, dus als er zoveel gereorganiseerd moet worden, dan gaat er de komende 2 jaar helaas weinig tot niets gebeuren. En dat brengt me weer terug op het rapport van de VES. Ik denk dat de VES spijkers met koppen moet slaan door de communicatie te verbeteren. En gewoon een flinke stakeholder moet worden om de regering te adviseren. Want daar zit veel kader. 1 minuut 51. Heb je over... toch? Ja. Binnen die lijn heb je... je kan nog wel groeten sturen aan die en die en die. 1 minuut 59 inmiddels nu. Grand Tangi, thanks voor jouw toelichting deze week, Ashwin Ramcharan. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.